Bewoners in het Bennekel waren donderdag verrast en opgetogen door het koninklijke bezoek. Al hadden sommigen al eerder in de gaten dat er iets te gebeuren stond. Gisteravond hadden ze alles met lint afgezet en toen hadden wij al enig idee wat er zou gebeuren. Een belangrijk iemand zou komen. Ja, was het ook meteen duidelijk dat dat dan de koning zou zijn? Ik dacht eerst Mark Rutte of zo. Ik liep hier eigenlijk en ik zag de parkeerplaats was afgesloten, veel politie. En toen ging een belletje met mij rinkelen. En toen wist ik van, dit zou nog wel eens even de koning kunnen zijn. Ja, dan krijg je toch wel een raar gevoel in je onderbuik. Want ja, dat is toch wel iets dat je niet vaak tegenkomt. Betekent dat iets voor u dat de koning hier is? Nee. Nee. Mevrouw Kwee is wel oranje fan en zij kon haar ogen niet geloven toen ze donderdagochtend de deur uitging voor haar dagelijkse boodschappen. En toen fietsen, ik zag waarom zoveel mensen. En een camera, toen ik zag Willem Alexander uit school, de chameleon. Ze maakte rechtsomkeert en fietste als een bezetene naar huis om een camera te halen. Maar toen ze bij de chameleon terugkeerde, was de vogel al gevlogen. Ik wou foto maken, maar ik ben veel te langzaam. De koning had trouwens niet op iedereen zo'n verpletterend effect. Dat kon je horen toen de camera uit leek te staan. Willem-Alexander is met een gewone mens. Ja, hoe weet jij het ook? Dat bedoel ik. Dat kan niet. Kan niet met deze. Deze bewoonster kreeg de kans om de majesteit te vertellen hoe het echt zit in de Bennekel. Nou, dat we eigenlijk dus een multiculturele wijk zijn. Waar iedereen heel normaal en op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat. Dat de buitenwereld denkt dat we asociaal en achterstand en weet ik het allemaal zijn. En dat dat dus helemaal niet het geval is. Ook andere bewoners van de Bennekel gaven de koning een ruime voldoende. De activiteiten waar we op ingingen, daar stelde hij vooral op vragen op door. Hij was geïnteresseerd, stelde zich open op. En ja, hartstikke prettig om zo'n gesprekspartner te hebben. Maar hoe gewoon de koning ook is, een aandenken aan zijn bezoek kan toch best grappig zijn. Weet u dat u ook met de koning even op de foto? Oh, dat zou ik wel leuk vinden. Kan je dat regelen? Zullen we straks even vragen? Nee joh, zou je dat doen? Ja, zou leuk zijn om een foto te kunnen maken. De kinderen zijn enthousiast. Hallo. En daar is hij dan, de koning. Na uren wachten slaagt mevrouw Kweder samen met een paar andere bewoners toch in om haar felbegeerde foto te maken. Ja, dankjewel. Heel blij. Ja, wat gaat u met de foto's doen? Lijstje eromheen en... De mooiste maken we een lijstje van. De mooiste eigenlijk wel voor de Facebook. Facebook. Geweldig. Dankjewel.